Ik denk dat niemand thuis is. Vindt u dat het verkeer wel goed is voor de fietsers? Nou, ze breken overal dingen op het ogenblik en dat is niet altijd zo handig. En de fietspaden zijn ook niet altijd even effen en makkelijk te bereiden, maar ik heb er geen problemen mee. We gaan het er nu over hebben over fietsen. Kijk, hier staat een fietsenstalling en die wordt weinig gebruikt. Hier staat overal fietsen die allemaal gewoon op... We staan hier echt overdag gewoon aan het zwerven. Dus we kunnen hem altijd hier beter zetten in de fietsenstalling. Het is gratis, dus waarom niet? Alleen de tegelpaden die vind ik wel erg hobbelig. Rommelig over het algemeen. Is het rommelig? Ja. En hoe bedoelt u? Ik bedoel dat je soms niet eens duidelijk weet vaak welke straten je bijvoorbeeld met een bromfiets in mag. Okay. Fietspaden houden gewoon op ergens in het midden van een weg en dat soort dingen. En de fietsers, en hebben ze die een goede weg? Nou, dat is niet overal voor fietsers zo geweldig hoor. Nee? Nee, ik zei het al net, fietspaden houden gewoon op op een gegeven moment. En heeft u wel eens een aanrijding gehad of dergelijks? Nee, ik ben handig in het ontwijken van andere stommelingen. Dus ik heb geen aanrijding gehad. Nee. Wat vindt u van de scooters die heel hard rijden? Ja, dat vind ik niet zo goed natuurlijk. Dat is gevaarlijk hè. Dat is heel gevaarlijke dingen, die scooters. En wilt u dat ze het gaan afschaffen? Dat ze op scooter gaan rijden? Nou, afschaffen niet. Maar mensen die op een scooter rijden moeten zich een beetje van bewust zijn waar ze precies mee bezig zijn. Het is voor hunzelf ook gevaarlijk. Voor anderen en voor hunzelf. Je hebt daar de Spanenbrug bij Drosten en je hebt nog die andere brug. En daar is het zo slecht. En daar hebben ze dus wel omgangetjes gemaakt omdat ze daar met die kant bezig zijn. Maar ik vind het heel slecht. En dan sta je tussen de auto's, sta je te wachten bij de brug, levensgevaarlijk. En het onderwijs, moeten ze dan meer aandacht aan besteden? Ja, ik vind dat ze dus per week of af en toe is dus dat goed in school dus les ingeven. Ja. Dat ze dus ook op dat moment achter elkaar moeten gaan fietsen. Ja. Levensgevaarlijk wat ze doen. Ja. Ja, dus dat wou ik nog zeggen. Oké, dank u wel. De man van net, die had echt heel groot gelijk. Want kijk, je ziet. Het is heel erg onoverzichtelijk. Alles is hier, zeg maar, echt onoverzichtelijk. Als we nu een eindje doorlopen, dan kunnen we het even zien hoe het met de andere borden zijn. Hier, nog een bord. Helemaal vies. Ze moeten het schoonmaken hier. Ze moeten echt... Eén keer in de maand of zo, of drie keer in de maand, moeten ze dit gewoon echt schoonmaken. Want dit kan je ook weer niet zien. Oude mensen, bejaarden kunnen dit niet zo goed zien. De man had ook gelijk dat er een niet zo goede overzichtelijke pad is. Want kijk, hier loopt een fietspad. En als je verder rijdt, dan is er geen fietspad meer. En dat is heel erg gevaarlijk voor de fietsers. Want ze kunnen zo aangereden worden door auto's. En door brommers en van alles. Het is heel erg gevaarlijk. Ik ga het nu hebben over afval. Het wordt hier dagelijks veel afval op de grond gegooid, op straat. Je kunt het bijvoorbeeld hier zien. Ze hebben niet voldoende vuilnisbakken of andere zeg maar, dingen waar je zeg maar, je afval kunt dumpen. Hier staat overal afval. En dat is echt niet normaal. Ze worden hier dagelijks zo gelaten totdat er iemand komt en die het opruimt. En daar verderop is er ook eentje. We lopen er nu even naartoe. En we gaan dadelijk ook even een paar mensen interviewen over afval. Wat hun daarvan vinden. Dat de mensen afval op straat gooien. Kijk, hier ook al. Er wordt gewoon afval op de grond gegooid. Er is geen vuilnisbak te zien hier in de buurt. Helemaal geen. Ook waar mensen staan of voor de bus te gaan wachten. Er is hier overal geen prullenbak. Helemaal nergens. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen het gewoon opruimen en in de prullenbak gooien. Vindt u niet dat er hier meer prullenbakken komen? Dat zou wel een goed idee zijn, ja. Sowieso. Ja, Vindt u het hier wel veilig hier in Haarlem? Ik vind het heel veilig in Haarlem. Als je je verstand gebruikt en geen domme dingen doet en niet op plekken gaat rondlopen 's nachts om 4 uur in een donker bos, dan gaat het allemaal prima.
Vindt u dat het veilig is? Dikwijls niet. Nee? Ja, sommige mensen wel, sommige mensen niet. Ja.